Ja, ze halen de finale, halen ze zeker. Maar ja, ze winnen niet. Dus dat houdt in dat ze Argentinië verslaan? Dus ze verslaan Argentinië, ja. En dan? Dan krijgen Brazilië. En die verslaan ze ook, door penalties. En dan de finale tegen Frankrijk en die verliezen ze. Want dan komt de Mbappé om de hoek kijken en die schopt er weer een paar in. Dus de finale wordt dan Nederland-Frankrijk? Correct. Waarom baseert u dit scenario? Puur gevoel. Daadkracht. En een goede verdediging tegen Messi. Is dat het belangrijkste? Het is niet alleen punt? Messi, maar het is wel Messi die de doelpunt scoort. Ja, denken en hopen. Dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Nou, laten we ik hoop beginnen in de finale, maar ik denk tot de halve finale. En waarop is die verwachting gebaseerd? Niet op de individuele kwaliteiten, maar om de teamgeest. En die is van de Argentijnen beter dan van Nederland? Nee, dan draai je het om. Dat is jammer. De Nederlanders hebben een betere teamgeest dan de Argentijnen, denk ik. Maar de Argentijnen hebben Messi. Ja, die hebben Messi. Ja, dat is ook een verschil. De Argentijnen hebben Messi. Ja, toch? Ja. Niet ver, denk ik. En wat is niet ver? Nou, ik denk dat ze er gewoon na... Wacht, moeten ze nog tegen Argentinië spelen? Ja, dat ze moeten nog tegen Argentinië spelen. Nou, ik denk dat ze dat niet gaan halen. En waarop is jouw verwachting gebaseerd? Op Messi. Jij denkt dat Messi Nederland de das om doet? Ja. En hoe denk jij daarover? Nou, ik ga natuurlijk voor ons land. Beter dat Nederland gewoon zijn best doet. En Messi hem een poepie laat ruiken. Het Nederlands elftal heeft zijn rekening te vereffenen. En wij gaan dus met 3-1 winnen van Argentinië. Zo, dat is een uitslag. Ja, maar dat moet ook wel. Want het is al een tijd geleden dat we tegen hun verloren hebben. Waarop baseert u de winst voor het Nederlandse elftal? Op de groei gedurende de wedstrijden. Ze zijn nog niet in topvorm, maar iedere keer net genoeg in vorm om de volgende ronde te halen. Ja. Dus ze groeien in het toernooi? Ze groeien in het toernooi, ja, het spel. Heeft Louis van Gaal dan afscheid genomen van de zogenaamde Nederlandse school? Ja, denk het wel. Hij kan heel makkelijk omschakelen, dat weet ik zeker. Die groep die kan ook omschakelen naar een ander systeem. En als het niet goed gaat, gaan ze overschakelen op een ander systeem. Maar het gaat uiteindelijk om het resultaat. Dat is de juiste instelling. Ja, toch? Wat vind je tot nu toe van het spel van het Nederlandse elftal? Ze zijn soms wel een beetje slap. Dat ze denken van te makkelijk denken. Ze hebben natuurlijk ook al de minste tegenstanders gehad. Het is de eerste grote spelers waar ze dat ding moeten, zoals Messi. En ja, ik ben er wel een beetje bang voor, maar ik ga van het goede uit. Nou, dat ze goed kunnen verdedigen. Dat ze ook goed kunnen scoren. Ik hoop ook dat ze wereldkampioen worden natuurlijk, dat hoop ik. Maar ik ben niet zo'n voetbalfan hoor. Maar ik kijk af en toe wel mee met hem. Waar baseert u uw optimisme? Nou, eigenlijk op de trainer. Ik vind die wel... hoe moet ik dat zeggen? Die man is veel gevoeliger geworden of zo. Die spreekt veel meer facetten van de mensen aan. Niet alleen de techniek. En dat vind ik wel mooi. Maar dat is nieuw voor hem ook, denk ik. Eigenlijk. Kijken vrouwen anders naar eigenschappen dan mannen? Want ja, ik vind vrouwenvoetbal, die hebben een vrouwelijke trainer nodig bijvoorbeeld. Heb je laatst ook wel gezien met die Engelsman als trainer. Dat ging helemaal mis. Maar u bent niet, ze spreken hele andere dingen aan. Ja, maar u bent niet de eerste vrouw die zegt dat Louis van Gaal milder is geworden. Nee, dat zal vast niet. Ik denk dat de vrouwen wel opgevallen is als ze hem horen en zien. Mm-hmm. Toch? Doet hem goed. Is dat het geheim in de omgang met de spelers? Dat zou best eens kunnen. Maar als het Nederlandse elftal nou wel overtuigend speelt en net in de laatste minuut een tegengoal krijgt en verliest, dan, ja. Dan zeggen de mensen misschien, nou ja, ze hebben wel leuk gevoetbald, maar het resultaat was niet heilig. Ja, dat is pech hebben, noemen wij dat. Hè? Dat is dan pech hebben. Ja. Dus u bent nog een klein beetje van de oude stempel, mooi, attractief Nederlands voetbal. Ja, ja, dat kan. Ik heb daar niets over te zeggen, zo ben ik er niet bij. Waarop is uw optimisme gebaseerd? Op onkunde. Op onkunde? Ja.
Dus dat is het, in Twente zeggen ze dan, de domste boer hebt de dikste tuffel. Ja, ik denk dat u daar gelijk in heeft. Ja, misschien is onbevangenheid wel een heel goed uitgangspunt. Dat denk ik ook. Want heel vaak is het toch zo dat de deskundigen, en dat zie je in de napraat- en de voorpraatprogramma's, na de wedstrijd anders praten dan voor de wedstrijd. Maar dat zijn de kijkers dan natuurlijk allang vergeten. Ja, dat wel. Maar je ziet vaak dat mensen die er verstand van hebben, er te veel verstand van hebben. Dit is de laatste wedstrijd. Dit is de achtste finale. Ja, achtste finale. En dan kunnen ze hun koffers inpakken en naar Nederland terugkeren. Ja, ze verliezen van Argentinië. Ja.